vieren we vandaag? Wie weet dat? Ja, het leesfeest. En dat doen we omdat de stad Nijkerk, die bestaat 600 jaar. Wat hoort er ook bij een feest, bij een leesfeest? Taart. Taart, ja. Oh, dat is ook een goeie. En wat nog meer? Cadeautjes. Nou, en wij hebben voor jullie allemaal een heel speciaal cadeautje. Want dat is een kinderboek. En dat gaat over de geschiedenis van Nijkerk. En dan wil ik graag het boek geven aan de burgemeester. Dus moet ik even deze microfoon pakken. Dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd, als jullie het straks krijgen, wat jullie het mooiste vinden van het verhaal. Dan moet je het dus lezen. En wat je het mooiste vindt van de tekeningen. En dat moet je dan maar laten weten bij de bibliotheek. Dan kom ik daar een keer langs, Roel, als dat goed is. Of op Facebook laten weten welke tekening je het leukste vindt, van welke bladzijde. Wethouder De Graaf, u krijgt van mij het tweede exemplaar. Hier staat volgens mij ook een heleboel leuk, staat hierin. Een heleboel over de geschiedenis. Maar ik heb ook gekeken wat de titel was van dit boek. Jesse met Griesmeel. En als het vroeger iets was waar ik een hekel aan had. Ik weet niet of jullie dat hebben. Hebben jullie wel eens griesmeelpudding gehad? Heerlijk! Wie vindt dat nou lekker? Heerlijk! Ik moet ervan kotsen! Heel vies. Ik moet ervan kotsen! Ik heb al een plaatje uitgezocht welke ik het mooiste vind toen ik net keek. Ik zal hem even opzoeken. Welk huis is dit? Ja? Ja, wie zegt het? Stadhuis. Het stadhuis, het oude deel van het stadhuis. Nou, als burgemeester vind ik dat natuurlijk heel erg mooi om te krijgen. Ik denk dat ik het ook ga lezen. En misschien ga ik het thuis ook nog wel voorlezen. Dat zou ook best kunnen. Hé, hey, Daantje, dans al op het kleed. Ga je mee, ga je mee. Ik heb gehoord dat jullie 600 jaar stadsrecht hebben, maar ik wil eens even weten of jullie meesters ook wel iets meer afweten van de geschiedenis van Nijkerk. En de meesters die kunnen allebei een prijs winnen. En de hoofdprijs is een zak spekkies. De troostprijs is een boek van mij. Oh. Ja, jammer, maar helaas. Oké, in welk jaar kreeg Nijkerk stadsrechten? Lekker meisje! 1413. 1413, 1 punt voor deze. Dit is mijn 80ste kinderboek. Maar het zijn ook prentenboeken, avondboekjes, verhalenboeken, jeugdromans. Ja, deze, ik was dus precies op tijd. Sommige mensen vragen aan mij. Hoe wist jij dat koningin Beatrix ermee ging stoppen? Ik zei, dat wist ik helemaal niet. Nee, dat heeft ze mij heus niet verteld. De koningin gaat heus niet mij bellen, meneer Arend van Dam. U bent zo'n leuke schrijver. Ik ga u alvast verklappen. Ik stop ermee.